Genève. Er wonen meer dan 500.000 Portugezen in Zwitserland. Portugal had daar een tittere wedstrijd neer te zetten dan de partij tegen Engeland afgelopen vrij. Spelen de ploeg vanavond. Het Nederlands elftal hoopt Cristiano Ronaldo. Hij speelt. Als hij kan spelen, speelt hij. Wil. Portugal. Verdedigend was het om te zien hoe dat. En hij gaat zijn 149ste interland spelen. Eigenlijk en dus voor Memphis. Koeman en Fernando. Memphis. Villena en Tete, dat zijn de mensen die de. Franse scheidsrechter Rudy Bouquet. Iets meer dan 18.000 toeschouwers in het stadion van Genève. Waar nog. 1991 werd het 1-0 door een goal van Richard Witsche. Het zat allemaal niet mee in de eerste helft van dit seizoen voor Cristiano. Het was over de organisatie van het elftal. Engeland kreeg ook niet overdreven veel kansen. Maar we hadden dit bal bezitten. Hier is de irritatie bij Ronaldo. Ronaldo kan een klein beetje ruimte. Dan gaat hij versnellen. Paas van Ronaldo is een vak. Zijn idee zijn van Cristiano Ronaldo. De ligt heel rustig. Van Dijk. Tete ook mee. Drie van het Nederlands elftal in het 16 meter gebied. Goed teruggelegd. Dan kan hij nu worden binnengeschoten. Het ziet er heel aardig uit deze counter. Memphis met de openingsgoal in deze wedstrijd na 11 minuten. De Interland goal. Interland inmiddels. 9 doelpunten, zoals gezegd. 4 daarvan is. De zandbak speelde. De voetbalzandbak. Ronaldo loopt weg bij Villena. Caresma voor het doel. Spelend bij Dalian Gifang. Daarvoor jarenlang Southampton. Hier komt de voorzet. Tete met de. Tete kan hem terugkoppen. Is dat hard genoeg? Ja, dat is hard genoeg. Van de Beek, zo, die krijgt toch een beuk. Au. Wijnaldum. Ja, die wordt natuurlijk wel wekelijks optimaal getest in de Premier League, Wijnaldum. Wijnaldum aangetikt. Een huurconstructie. Manuel Fernandes. Daar kiest Ronaldo positie en is de bal uiteindelijk. Een slippertje. Is niet ongevaarlijk deze voorzet. Zeker niet als Caresma. Ronaldo in beweging. Oh, die mist de bal. Dan heeft dat te maken met dat hij dat punt nog even extra duidelijk kan maken. Nou, zie ik eerlijk gezegd niet wat de AK verkeerd doet. De trap. Dat lijkt nog vooral aan de hand te zijn. Niet zozeer dat hij pijn heeft. We willen eventjes duidelijk maken hoe de verhouding misbaar richting de scheidsrechter. De Ligt nu als rechtsbuiten, dat is opmerkelijk. De Ligt met de voorzet 2-0. 2-0 voor het Nederlands elftal. Babel op de goede plek met De Ligt als Sjaak Zwart. Veel gekker moet het door niet worden. Op zoek naar een nieuw elftal, een nieuw systeem. Helpt resultaat natuurlijk als niets anders. Hoewel we pas 32 minuten onderweg zijn. Ziet het er wat op het. Ronaldo.
hier natuurlijk helemaal niks aan doen, maar... Wat de irritatie in bij Cristiano Ronaldo. Hier was in ieder geval geen rekening mee, want kon zo doorlopen. Er ligt... Er is op wijze dat dit niet heel chic is. Dat is het ook niet. Er wel weer aardig uit. Geldt ook voor de voorzet. Prupper kan dan schieten of kiest hij voor de voorzet? Fernandes, dit is wel een hele aardige bal van Fernandes in één keer gedaan. 40ste minuut, fijn balletje dit van Fernandes. Op Fernandes. Zo lekker inspeelpaas van Ake. Nu heeft Portugal wel wat ruimte. Met Fernandes opnieuw, probeert het op de zak. Babel, ze heeft laten zakken uit de spitspositie. Voorzet van Vilena. Memphis met de kans. De alles van Vilena. Prima timing ook, maar net niet voldoende in de hoek. Eruit komen. En toch drie man voor de goal bij deze voorzet. Behoorlijk wat plezier aan dat nieuwe realisme. Valt minder de bal. Goeie combinatie weer. En dan is de tackle echt een venijnen veldslag uit. Portugal en Nederland. WK 2006 in Duitsland. Marcelo. Eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is echt een goede eerste helft. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor het hele Nederlands elftal. Terwijl Memphis daar een race die met 2-0 achter staan. Dat is niet... De licht naar voren gestuurd. Memphis met de vrije schop richting de tweede paal. Die is wat hard, maar dan kan Van Dijk daar afdrukken. En is het 3-0. 3-0 tegen Portugal. Na iets meer dan drie kwartier. Hij heeft het toch ook niet helemaal te beseffen. De goals komt in de competitie. Daar is die André Silva. Europa League. Waar Milan inmiddels is uitgeschakeld. Dan lukte het wel. De helft, Tony Vilena aan de linkerkant in verdedigend opzicht. Vrije trap van Charisma en de kopbal gered door de beste kopper van allemaal. Van de tweede helft, vallend dus hoe hij met een paar stappen eigenlijk helemaal vrij komt. Sillissen redt prima. Marcelo, Vilena verrast door de loopactie van Charisma. Ja, dit doet hij! Geweldige goal was dat geweest van Carreode. Krijgt hem voor de goal, Ronaldo, glijpert. Cancelo. Goede voorzet van Cancelo, weggebokst door. Wordt gevangen door Kelson Martins. Is van Sporting. De volgende twee misschien ook nog wel. Twee oefenwedstrijden die het Nederlands elftal speelt. Ronaldo die demareert bij AK weg. Ronaldo, Sidders. Meidt AK zich toch vast dat hij wel met Cristiano Ronaldo. Gedaan door André Silva, een pas naar achter te zetten in de wetenschap. Dat is nuttig werk van Vilena. En dan is de volgende verdediger overtrek. Daar zet hij zijn noppen op de vreet. Hij is selfie met Cristiano Ronaldo. En dan komt de volgende ook. Doel voor ogen. Cristiano Ronaldo. Tjoe, komt. Deel van de raad. Nou, daar is de volgende koekenbakker die het veld opkomt. Zeker. Er zijn wat extra hesjes op. Uit de tweede lijn, dat is nog een. Martins nogmaals. Eigen 16 meter gebied in. Maar dan Asfaier eigenlijk van de kant Portugal. Van der Beek rustig blijft kijken.
vrije trap. Portugal scherp aangesneden. Zinnen. Vrije trap van Moutinho. Met 3-0. Met zeer overtuigende cijfers van Portugal.